Twee jonge mannen hebben vrijdagavond kort na half tien de eigenaar van de cafetaria, het Smikkelhuiske, in de kerkstraat in Aanrikstol overvallen. De overvallers bedreigden de eigenaar met waarschijnlijk een nepvuurwapen. De eigenaar kon de overvallers beletten om verder de zaak in te komen. Daarbij kreeg hij wel een klap, maar zijn verwondingen lijken mee te vallen. Het duo is zonder buit vandoor gegaan. Volgens Burgernet zou het gaan om twee negroïde mannen. Beide mannen droegen donkere kleding met een capuchon.